Buenos Aires, de stad van de tango. Maar de komende dagen zijn er mensen met een heel andere passie. Hartje Buenos Aires, hier zal zaterdag de start plaatsvinden van de Dakar Rally 2009. Een race door Chili en Argentinië voor auto's, motoren en vrachtwagens. Maar voordat dat gaat gebeuren moet er eerst technisch gekeurd worden. Voor Rob Verstegen uit Odilia Pil is er nog veel werk aan de winkel. Zijn motor werd namelijk eerder afgekeurd. Die maakte te veel lawaai. Je mag eigenlijk 95 decibel hebben. Ik had 102 decibel. Ik hoop dat ik daar toch onder die 98 kan komen. En daarom past Verstegen de demping van zijn uitlaat aan. Nou, dit is nou even de laatste uurtjes zijn eigenlijk heel spannend. Want we hebben alles gepakt, alles is klaar. Maar als dit niet goed is, kunnen we eigenlijk naar huis. Dan is het einde rally. Ik weet het niet. Het zal de grens zijn. We gaan het proberen en anders hangen we vlucht in andere uitlaat nog erop. Welkom. Maar terwijl het geluid getest wordt, komt er een ander probleem aan het licht. Hij lekt olie, een leiding denk ik lekker zo. Dus, Gelukkig kan het probleem opgelost worden en mag Rob Verstegen starten. En hier de kleine manneke waar hier staat, dat is een heel kooi manneke en die kent alle van motors. Dus hij is er heel secuur aan. Maar we zijn er in ieder geval nodig in. Nou gaan we even kijken of we hem weer op kunnen lossen. Dus, maar ik ben blij. Oh. Ja. Je bent mooi.